Ik moest vandaag veel te vroeg opstaan, want ik moest mij klaarmaken om zo te vertrekken met de auto. En ja, ik had een lange rit in de auto. Uiteindelijk was ik eindelijk aangekomen op mijn bestemming. Dus ik was gelukkig. Eerst nog even een coronatestje doen, wachten op de resultaten en daarna in de kleedkamer om klaargemaakt te worden. Want ik mocht weer eens een dagje gaan figureren. Na een paar uur was ik klaar en mocht ik terug naar huis rijden, maar ik was wel een beetje set, want dat was de laatste dag dat ik naar hier mocht komen. Ik had een broodje gekregen, daarna had ik gechilled en in de avond gegeten met papa en ja, ik had mijn kerststok aan. Er is een heel fles water gedronken en gechilled in mijn bed, om daarna naar beneden te gaan, want mama had fruitsalade voor mij gemaakt. Lekker ontspannen. Oké, bye!